Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We zijn nog steeds onder invloed van een lage drukgebied, zorgt voor wisselende bewolking. Vanochtend breekt met name in het noorden en midden van het land de zon geregeld door, maar van het zuiden uit komen een paar buien opzetten. En vanmiddag kan er dan lokaal onweer bij voorkomen en kan er in korte tijd veel regen vallen. De temperatuur loopt op naar 18 graden vlak aan zee tot 20 graden landinwaarts en daarbij staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond verdwijnen de meeste buien en vannacht klaart het dan op en daalt de temperatuur naar een graad of 10. En morgen krijgen we opnieuw overdag een paar buien en wordt het met gemak 18 tot 21 graden bij niet al te veel wind. Maar tussen de buien door is er ook wel ruimte voor de zon. Vrijdag zien we overwegend veel bewolking met lokaal nog een paar buien. De temperatuur loopt op naar 17 tot 20 graden. In het weekend wordt het geleidelijk aan droog. Zaterdag valt er nog een spat, maar zondag blijft het dan nagenoeg droog. Ik ben Diane Boei van Weerplaza.nl.